blije gezichtjes, want ze zien de dino's. Goedemorgen. Het is 7 uur. Ik ben net wakker. Maar het is stekend geslapen. Het is zaterdag 20 april. En ik ben nog steeds in het hotel natuurlijk, want daar heb ik overnacht. Ik zal nu even wat vlogs kijken. En dan lekker douchen, aankleden en op naar Apeldoorn. En daar ga ik samen met de hummeltjes naar Juliana toe. Ik weet alleen niet hoeveel ik daar kan vloggen. Want A, zal het heel druk zijn. En B, kinderen in vlogs, dat betekent dat je reacties worden uitgezet. Dus ik moet er heel voorzichtig mee zijn. Dus ik denk dat ik vooral Anne Vera en mezelf ga vloggen. En hoe jammer ik het ook vind, maar ik wil gewoon niet dat mijn reacties worden uitgezet. Het is gewoon echt een risico. Dus dat, ja. Nog even wakker worden, jongens. Ik heb wel ontzettend lekker geslapen, moet ik zeggen. Maar ik zie jullie wel als ik weer up and running ben. Het is altijd mijn sport om een kamer achter te laten, of een huisje meestal, zoals ik het gevonden heb. Dus alles in precies zo. Stekkers eruit. Ja, het enige wat natuurlijk niet kan is de badkamer, want ja, ik zal het even laten zien. Ik heb natuurlijk handdoeken gebruikt en die leg ik altijd wel netjes op een stapeltje. Oké, ik moet er nog eentje even opvouwen, wacht even. Die leg ik wel netjes op een stapeltje, maar dit ziet er weer uit zoals ik het aantrof op het bekertje na daar. Want ja, dat kan natuurlijk niet. De wc. Oh ja, de bril moest nog dicht. Die zat dicht. Dat is even mijn mark maken. Ik wil altijd mijn wc-papiertje omvouwen. Wacht, nog even staan. Kunnen jullie dat zien dan? Ja. Dan gaat die stomme afzuiging eraan. Gerold van een 15 minuutje. Zo. Oh. Bij deze net niet. Dan moet ik die zo. Zit hier netjes een hoekje in. Lichtje uit. Deurtje dicht. Mijn jas, die moet ook nog mee. Even mijn jas opruimen. Het bed is exact zo. Als ik het heb aangetroffen, ja, het is natuurlijk beslapen. Maar strakker dan dit. Even kijken of ik het nog strakker kan krijgen. Even kijken hoor, ik ga het even strak maken. Ja, en dan is het tijd om de sleutel in te leveren. Zelfs de afstandsbediening staat weer rechtop zoals die stond. Ik ga met mijn nieuwe rugtas, die toch wel aardig bevalt. Hij is lekker ruim in elk geval. Ga ik op naar Apeldoorn. Ik ga naar Juliana Toren. Ik zie jullie onderweg nog wel even. Ja, en dan nog even mijn review van het hotel. Ik vond het een super netjes hotel. Het ziet er keurig en verzorgd uit. Het personeel is super vriendelijk. Het enige minpuntje vind ik in de douche. En dat zal ik je laten zien. En dat ga ik ook tegen ze zeggen. Als je gaat douchen, sta je daar. Dat is natuurlijk een prima plek om te douchen. Alleen het water loopt helemaal onder de wc-pot. Helemaal bijna tot aan de deur. En alles is dus nat. En dat is niet heel handig, want je kunt je kleren hier dus niet neerleggen. Je kunt niet met droge voeten meer naar het toilet. Dus ik heb een van de handdoeken moeten gebruiken als een soort dweil om de vloer weer droog te maken. Tenminste het stuk waar ik dan nog wilde lopen. Dat vond ik een minpuntje. Gaat u weer aan. Voor de rest vond ik het echt super netjes. Het bed lag uitstekend. Het is een goede boxspring. Ik vond het heel fijn dat er in deze kamer een luxe stoel zat. Want daar heb ik gisteravond heerlijk op zitten lezen. En vandaag ook weer. De tv, top. Goed geregeld. Ze hebben hier Ziggo. Dus je kunt hier ook Formule 1 kijken. Goed om te weten. Ja, ik moet zeggen, prima. Ja, ik
Geen op- of aanmerking. Het ontbijt heb ik niet gezien, want dat eet ik niet. Dus daar kan ik ook geen oordeel over vellen. Ik ga zo meteen mijn visitekaartje achterlaten. En ik ben benieuwd of er nog een reactie komt van het hotel. Want ik ga ze vertellen dat het in de vlog van zaterdag en van vrijdag en zaterdag zit. Ga ik even achter op het kaartje schrijven. Maar heb ik een pen mee? Ja, heb ik mee. Goed, dat ga ik nog even doen. Wat weer dicht in de buurt is, de Efteling. Even wachten op de hummeltjes. Ik ben er al. Het is best heel druk als je achter me kunt zien. Maar we gaan er gewoon. Het is zalig weer, jongens. Ik ben alleen mijn zonnebrandcreme vergeten. Dus ik hoop dat Anne Vera die bij zich heeft. Die kan er niet. Een plekje in de schaduw zoeken. Ik stond bij een hele kletsgrage meneer. En nu sta ik te wachten op de hummeltjes, maar die had de afslag gemist. Dus ik moet even langer wachten. Dus ja. Oh, in de schaduw is het eigenlijk best wel fris nog. Maar goed, anders ben ik straks helemaal geroosterd en gebraden. Ik ben mijn zonnebrandcreme vergeten, zoals ik al zei. Maar nou ja, ik zal langs de kant van de weg. Maar wel in de buurt van een hele grote muis. Nee, dat doe ik niet. Ik film de mensen zelf niet. Ik film alleen in de auto. Deze wagen die komt uit Noord-Holland gereden. Daar zitten mensen in die een dagje uitkrijgen. Een lach voor een dag. Ik hou van mooie auto's. En er komt er nu een hele mooie Jaguar voorbij. En ik heb ontzettend heel veel mooie auto's gezien ook, die langs rijden, want ik sta aan de weg. Dus het is wel heel tof. En dit is iemand die het ook niet snapt. Het parkeren hier is lastig, ze moeten gelijk rechts afslaan, maar dat vergeten ze heel snel. Dus nou ja, ik wacht nog steeds op hummeltjes. Een minuutje of 5, 6 denk ik. En ik heb net gehoord dat die attractie vandaag geopend wordt. Dus dat is wel bijzonder. Dus nou ja, maar even wachten. Maar zien jullie de hummeltjes al? Ik nog niet. Daar zijn ze! Ik heb ze gezien! En volgens mij word ik ook gevlogd, want ik zie daar achter in de auto een kind met een camera. Ja, jee. Nou, dan moeten we even wachten. Hoi, hoi. Nou, daar gaan ze. Ik wandel er wel even achteraan, maar zij moeten al heel ver achter op het trein parkeren. En ik sta gewoon hier als 5e of 6e auto. Nou, ik sta dus bij de Julianatoren met de hummeltjes, maar ook met Sharon en de rest van de familie, van de Family Fun familievloggers. En wat ik ook heel super leuk vind, Sharon de moeder is er en die doet wat ik ook doe. En dat gaat hartstikke goed, hè? Ja. Dus ik ben heel trots op haar. Nou gaan wij er een toffe dag van maken. Kijk, ere toegangskaart. Nou, we gaan gauw naar binnen. We zijn binnen. Nou, we gaan eens even kijken. Het is lang geleden dat ik hier geweest ben. Jongens en meisjes, over een aantal minuten is het zover. De grote opening van de spiksplitter nieuwe attractie. De Hoge Hoed. Wil je en ze hebben geen zijn? Airco in hun bak en ze staan in de volle zon. Om 11 uur op ik het heb heel erg medelijden met ze. Oh, ik kom gauw even kijken. Van de Hoge Hoed met Julia, Dino, Dina, Kastenranger, hartstikke leuk. Suikerspin en natuurlijk ikzelf. Daar staan ook de twee muizen, Jul en Julia. Yeah. En de dino's. En ze hebben hier een lol met de dino's. Ja. Hij doet kiekeboe met je. Hij doet kiekeboe.
5-5. We zijn hier vandaag niet de enige vloggers. Je zag al dat Sharon er is met haar gezin van familie vloggen. Die heb ik nog meer gezien. Nou, volgens mij een stuk of 7 of zo. En ik ben natuurlijk geen familievlog, dus ik film hele andere dingen. Maar het is wel ontzettend leuk. Ja, iemand ziet mij staan met camera, dus die gaat nu in beeld staan. We zitten samen op de wipwap. Wipwap, heel zachtjes wipwap, want anders vallen ze eraf. Wipwap, goed zo. Jij wil harder, hè? Maar dat kan niet nu. Doorwippen. Nou, we zitten hier lekker in de schaduw te picknicken. Kijk, samen met Suus. Henry en de meiden zijn bij Cast Ranger. Stoppen dan. Dus wij doen even onze eigen versie. En ze hebben papa ontdekt. Ja. Joshua heeft net papa ontdekt. Hij zit daar ergens in de verte, daar helemaal daar achter die mevrouw. En wat is er? Nee? Is papa daar niet? Ben je klaar? Is het weglegjes van je broer, hè? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Matthias die pikt het in. Nee. Je wilt het water. Oh, jij wilt drinken. Dan drinkt hij, hè? Ze vinden het zo stoer. Hop, daar ging het laatst van. Ja. Ja, hij kan fietsen. Ja. Goed zo. Zullen we even een beetje draaien? Dan kun je nog wat langer fietsen. Ja, jij ook? Jij gaat op de motor. Doe maar, ga maar op de motor rijden. Vasthouden. Hallo. Goed zo, Matthias. Hoppa. Goed zo. Brom. Goed zo. Nou, daar gaan ze. Ik ben helemaal trots op mijn boys. Leuk, hè? Dag. Oh, nou moeten we wel dingen aan de kant gaan zetten. En ze helpen sturen af en toe. Ja, echt knap. Ja. Hij ziet een schommel. Daar wil hij straks ook op. He, lekker op de schommel. Nou, inmiddels weer thuis. Ik heb daar verder niet gevlogd. Want dat was A, hartstikke warm. B, hartstikke druk. En ja, je kunt gewoon niet alles vloggen wat je wilt vloggen. Of wat je... Beeld vloggen misschien ook wel niet. We hebben lekker weer een kleurtje gekregen. Ik heb al even lekker gedoucht. Haren zijn nat en lang, zie ik nu ook in de spiegel. En ik krijg nu een maagzuurremmen, want ik had 7 frikandellen tussen de middag gehad als lunch. Nou ja, het is als lunch. Ja, als lunch. Medicijnen. Die doos is zo groot dat ik ze boven heb. De helft moet weer naar boven voor Marijn. Ik doe hier gewoon een paar zakjes in. De rest mag weer naar boven. Zo, dat was even een huishoudelijke werk. ga ik nu innemen. En ja, het was echt een super, super toffe dag. En Anne-Vera en ik vonden hem weer veel te kort. Maar we hebben afgesproken dat ik gauw weer hun kant op ga. En van de zomer komen ze ook naar mij. En gaat Henry me helpen met een aantal dingen in huis. Dus dat is wel fijn. Nou ja, eigenlijk buitenshuis heet de dakkapel. Dus dat is wel super fijn, daar ben ik wel heel blij mee. Even spieken, even schoon. Nou, die jongens hebben het huis hier netjes gehouden. Oh, die moeten wel in de koelkast van morgen. We gaan morgen een barbecue hebben besloten. Lekker. Waar is die biefstuk gebleven? Oh ja. Ja, ik denk doe een keer luxe. Voor de ene kind braadworst, voor de andere kind biefstuk. En voor mezelf heb ik nog iets wel in de vriezer liggen, want er ligt nog zoveel aan vlees voor mij. Dat het zo mooi weer is, betekent ook dat het hier in huis gelijk weer heel heet dreigt te worden. Dus ik ga weer alles dicht doen.
Maar nog niet nu, maar wel morgenochtend. Morgenochtend denk ik er niet aan om alle orchideeën weer achter te zetten. Dus dat ga ik nu alvast doen. En als dan morgenochtend dan wakker ben, dan kan ik hem zo laten zakken. Ik heb hem nu al een stuk naar beneden. En achter heb ik het gordijn dicht aan één kant en de zonnescherm al uit. Dus ja. Maar ik heb hiervoor dus allemaal beelden laten zien of wat. Het was een super gezellige dag. Heerlijk met die jongens gekletst en gedaan. Ze beginnen echt leuk terug te praten nu ook. En dan moet je niet denken, vol zinnen, maar gewoon echt leuke dingetjes. Als ze een auto zien, ze zijn helemaal enthousiast. Als ze papa of mama ontdekken, of denken dat ze die ontdekken, omdat die toevallig ook dezelfde kleurshirt aan hebben. Ja, dat is gewoon briljant. Ik ga lekker even boek lezen buiten. Zo, zie je straks. Nou, Mara is bijna droog. En ik ga zo lekker mijn bed in. Ik ben echt gesloopt na vandaag. Ik had het er net ook even met wat andere mensen over. En ja, dan merk je toch echt dat je geen 18 meer bent. Raar, dat heb ik echt. Ja, ik voel me niet 46. Maar mijn lijf laat het af en toe met sommige dingen wel heel duidelijk merken, zeg maar. Ja, nou, morgen ook wat leuks. Morgen ga ik het Ellensbrood bakken. Want we gaan barbecuen en daar wil ik lekker ook stokbrood bij. Tenminste, brood bij met roomboter en kaas. Ik kijk er zo naar uit. Morgen dus. Voor nu dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik ga heerlijk slapen. Ik hoop dat jij dat ook doet. En kijk je dit nou 's morgens, dan wens ik je alvast een hele fijne dag. En kijk je dit 's avonds, dan slaap lekker. En mooie dromen. Ik gok dat ik van een pretpark ga dromen.